De titel van mijn column is Bamboe. Wat een gedoe rondom de klagers over geluidsoverlast van spelende kinderen op het speelveldje van de buurt in Nijmegen-Oost. Het item heeft het jeugdjournaal gehaald en er zijn zelfs in de Tweede Kamer aan de minister vragen gesteld over deze kwestie. Dan ga je bijna denken dat het landsbelang in het geding is. Ongetwijfeld heeft de minister een appje gestuurd aan Noël Vergunst met de vraag wat er nu weer aan de hand is in dat verre Nijmegen. Noël zal hem dan hebben geantwoord dat de zaak geluidstechnisch complex is. Want je moet toch ingenieur in de geluidskunde zijn om het te begrijpen. Ik snapte er namelijk de ballen van wat een gemeentelijke woordvoerder allemaal verklaarde. Uit metingen bij het speelveldje blijkt. Dat het gemiddeld gemeten maximum is uitgekomen op 88 dBA, terwijl 70 dBA is toegestaan. Die forse overschrijding komt vooral door het spelgeluid, bijvoorbeeld als een voetbal ergens tegen aankomt, en niet vanwege het stemgeluid. Vervolgens doseert de woordvoerder. Stemgeluid wordt conform het zogenaamde activiteitenbesluit niet meegeteld tijdens school- en BSO-uren. Spelgeluid telt wel gedurende alle uren mee. Er zijn dus volwassen mensen die dit allemaal hebben verzonnen en op papier hebben gezet. Ga dat maar eens uitleggen aan spelende kinderen op een veldje. Tegelijkertijd ben ik er ook achter gekomen dat de zo gewenste ongedeelde stad nog ver te zoeken is slagers rondom het speelveldje hebben ook last van in de kinderen. Zo'n klacht hoor ik nu nooit over de kruifkoort in Hatert. En weer is de buurt de klos. Lang geleden speelde hetzelfde probleem op de speelplaats van de buurt op het Limosterrein. Toen hadden gemeentelijke geluidsingenieurs serieus bedacht om een metershoge muur te bouwen, zodat de bewoners van de spoorbuurt geen last van spelende kinderen zouden hebben. De muur is er nooit gekomen. Ik heb zelf een keer een bewonersavond voorgezeten, waarbij onwonenden met droge ogen voorstelden om op de speelplaats van hun school parkeerplaatsen aan te leggen. Dan had men er in de straat geen last van en kinderen moesten maar binnenspelen. Bij intolerantie is niks te gek. Tot overmaat van ramp heeft het college afgelopen week besloten om in Nijmegen geen verkeersboorden, straatnaam- en plaatsnaamborden van duurzaam geteelde bamboe te plaatsen. Iets wat de Partij voor de Dieren graag had gezien. En passant is in hetzelfde besluit ook nee gezegd tegen het plaatsen van geluidsschermen van datzelfde duurzaam geteelde bamboe. Volgens het college is bamboe niet inheems en er zijn in Nijmegen al genoeg problemen met invasieve exoten, zoals de Japanse duizendknoop. Een gemiste kans. Marcel Boekhoorn heeft meer dan voldoende bamboe om zijn twee panda's te eten te geven. Hoe mooi zou het zijn als hij in plaats van miljoenen aan NEC een paar bamboestengels aan de gemeente zou schenken om de klagende bewoners langs het speelveldje van de buurt een groen geluidsscherm te geven. Het uitzicht is voor hen dan wel weg, maar ja, een kleinigheidje hou je altijd.